Good morning. Wij zaten net dus verkeerd. We horen hier dus gewoon in een zaal te zitten. Geef niet, want anders hadden we dat mooie uitzicht gemist. Onze tafel wordt nu ready gemaakt voor ontbijt. Dit is ons ontbijt van het hotel in onze Riyadh. Heerlijk gewoon. En daar zat er nog koffie met melk. Wij gaan lekker eten. Wij zijn onderweg naar Fes. In ieder geval onderweg naar de auto om met de auto naar Fes te gaan. En die trip duurt 3 uur ongeveer. 3,5 uur. En voor die trip heeft Dylan even wat te snacken gehaald. 4 zakken chips en 3 water. 13. Voor hoeveel? 13. Jeetje. Goeie prijzen. Snap je. Especially in the morning now. So we had the perfect stay, actually, yeah. Yeah, yesterday we woke up very late. And then we went out very late as well. And we were like... it was not crowded. Our breakfast was like 3 o'clock. In the afternoon. Te houden en wij nemen nog even wat extra te eten. Tissues natuurlijk, die zijn bijna op van mezelf, dus extra meenemen. Coco en creme. Wat neem jij? Wafels. En die vanille wafeltjes. Vind ik wel lekker hoor. En kijk deze chips. Die? Kebab. Kebab. Killed it. Yeah, he came with a big like stick. Like a wipe. A sheep or a cow. The head of a sheep. The head? Never tried. No. You never tried it? No. Yeah, like in Fez and also in the main square in Marrakesh, there are places where you can find that as well. What about, I'm sure, like for example, the lungs, the heart, all this? Do eat? No? We eat the chicken liver. Ah, chicken liver. Yeah. We zijn hier even gestopt. En kijk deze locatie. Hallo. Hallo. Just orange? Yes. I want, of course. What? We ook. Yeah. Do you want orange juice? No, for me I'm good. Oh, yeah? Can I have one? Kijk hier hoe mooi. Is toch niet normaal. Hier op deze prachtige locatie heb ik even een chudrans. Thank you so much. Some sticks so that they can put something to step on to work. Oh, yeah. What they use for shooting is like the things like this. They hide behind and then behind. Merlans. They call them Merlans. Because the holes look like gunshots from back in the day. Yes. Looks like. Yeah, but it's cool. Some also say it's for the ventilation of the Medina, you know. Okay. But the main reason exactly is scaffolding. Inside the Medina now. Yes. The old Medina. Yes. That's the one which is called the Blue Gate. But from
from the Riyadh where you are staying, yeah, you can walk like through across the Medina all the way to this place here, and inside there are like restaurants and yeah, a lot of shops, and also a place where you can find the burger, the camel burger. It's called the Blue Gate. And it's this one, yeah? Yeah, it's this one here. Voor onderweg, dat wij weggingen naar het Chefchaouen, heb ik even deze chipjes meegenomen bij een klein winkeltje. Met nog 3 flessen water. Yes, thank you so much. All for you. Shukran. Shukran. Till next time. Okay? See you next time. Bye-bye. Bye. Oeh, energy. Wat geraakt. We zijn dus net met die taxi daar. Hier naartoe gekomen. €3,60, hè. Ah, ja. Om bij de Bentai te eten en we hebben inderdaad €3. €3,60 betaald voor de taxi. Ik weet niet of jullie me hoorden net buiten, maar we zijn dus met de taxi. Want we dachten we gaan vanuit de Blue Gate gewoon lekker met de taxi hier naartoe. Want we hadden zin om even iets Aziatisch te eten en dat heb je hier. Het heet dus Bentai. En we zitten hierboven. Kijk, als je al de prijzen ziet, dan denk je, ja, ik wil het hele menu gewoon bestellen. Denk je niet? Dus ik ga nu even kijken wat ik wil eten. We hadden niet verwacht dat het allemaal zo groot zou zijn, maar dat is alleen maar beter. Het is er inderdaad. We hebben hier een kiplumpia. Een salade met garnalen, avocado, ananas, mango. Super lekker. Dan heb ik hier een drink, een chudrans met ananas en mango. En meneer heeft een mojito. Lekker de citroen hebben. Oh ja. Citroenjuice. Oké. Lekker hoor. Enjoy. YouTube. Er komt nog meer hoor, mensen. Dit dus, was het niet. Dit was het niet. Mag maar even naar. Ja. Oh, en daar staat hier nog thee. Oh ja. Dit is het. Een pizza. Ja, sushi pizza. Dit is die sushi pizza inderdaad. 8 stuks. Het gaat van hier naar hier. In het midden hebben we de welbekende maatjes met avocado. Mm-hmm. En dan hebben we hier al 2 geflambeerde salm. Dus dat lijkt geflambeerd. Dat hoop ik ook. Ja, ja, ja. En hier hebben we jouw torentje, de tartaar. Met rijst, tonico, avocado, de salm en tonico bovenop. Nu gaan we eten. Doei. Kijk, ik ben natuurlijk al begonnen aan mijn salade. Barbecue. Politie.
immigratiecontrole op dit moment. En wij wachten nu op een beetje.